Goedenavond en welkom bij de Po Nieuwsflits. Met vanavond onder meer aandacht voor de financiële malaise van oud-voetballer John Heitinga. En de initiatiefnemer van de stichting Loterijverlies is de laster aan zijn adres spuugzat. Maar we beginnen in Den Haag, waar commotie is ontstaan over de geldigheid van de handtekeningen die benodigd waren voor het Oekraïne-referendum. Om een referendum aan te vragen moeten burgers 300.000 handtekeningen verzamelen. Maar er wordt niet gecheckt met je rijbewijs daarnaast of je dat ook werkelijk bent. Of je handtekening klopt. Precies. Jij hebt al gezegd ook van ja, dan is dat hele referendum misschien helemaal niet geldig. Nee, ik heb gezegd dat het de vraag oproept of alle handtekeningen uniek waren. Hetzelfde. Nee, is niet hetzelfde. En ik heb toen hele heftige reacties van Geen Pijl gehad. En die zei, nee, we staan ervoor, het is echt eerlijk. Misschien was het achteraf een onverstandige keuze. En moeten we de volgende keer zorgen dat er een betere keuze wordt gemaakt. Laten we ermee stoppen gewoon. Stoppen? Nee, we gaan ermee door. Alleen dan echte referenda, bindende referenda. Waardoor je gewoon weet wat als de uitslag bekend is, dan weet je gelijk wat er moet gebeuren en geen raadgevende meer. Den Haag mag dan argwanend zijn. De grote motor achter het referendum, Jan Roos, die bezweert dat er niets aan de hand is. Plasterk zegt dat die handtekeningen mogelijk nep zijn. Daar heeft hij ook helemaal geen bewijs voor. Hij heeft dus ook geen bewijs dat ze echt zijn. Hij kletst dus maar wat. En dat net voor de verkiezingen. Ja, dat heet nou verkiezingsretoriek. Aletta Jacobs, ze was de eerste vrouw die toegang kreeg tot de universiteit. Vandaag zou zij 163 jaar zijn geworden. Voor Google reden om hier eens uitgebreid bij stil te staan. Niet alleen overigens bij haar geboortedag, maar ook bij het kiesrecht voor vrouwen dat precies 100 jaar geleden werd ingevoerd. Sindsdien is alles anders, zo weten ze ook in Den Haag. 100 jaar geleden ging er iets mis, hè? Waarom? Nou, kom op. Ja, leg eens uit. Van mannen onder elkaar, hè, nou? Nee. Het enige punt zo ongeveer waarop wij het eens zijn. Ja, dat hoorde ik via jullie. 100 jaar? Oh, jij wist het zelf niet? Nee. Nou, door haar sta jij hier, hoor. Dan had jij nog gewoon thuis gezeten, achter de piepers. Ja, ik weet niet wat beter geweest was, maar... Dat weet ik ook niet. Blij dat het ooit gebeurd is? Dat het ooit de kogel door de kerk is gegaan? Ja, natuurlijk. Wat moet ik anders met mijn leven dan op dit moment? Zo moet je toch ook een beetje zien? Nou ja, ik geloof dat je 5 kinderen hebt. Oh ja, dat klopt. Dat is waar. Vergeten, hè? Ja, nee. Dan ben je voor op de wereld gezet om daarvoor te zorgen. Wat ben je toch verschrikkelijk, jij. Wat heeft het ons nou eigenlijk gebracht, die 100 jaar? Nou, dat vrouwen gewoon volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Een opleiding krijgen, overal meedoen, is goed. Je krijgt er bijna niet je bek uit, hè? Het is moeilijk, hè? Ferdy Roet, de goedlachse initiatiefnemer van Stichting Loterijverlies, heeft de Telegraaf aangeklaagd voor laster. De krant beschuldigt hem van het wegsluizen van 4 miljoen euro, maar daar is volgens Roet helemaal niets van waar. Er zou helemaal geld zijn weggesmokkeld naar rare eilandjes. Daar klopt allemaal niks van. Nee, dat is onzin. Ik heb helemaal niks weggesmokkeld. Wij hebben ons bedrijf verhuisd naar Currency. Maar waarom ga je naar zo'n eiland toe? Nou ja, mooi weer onder andere. Het is één grote hetze tegen jullie. Inderdaad, één grote hetze. Het is allemaal niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Wil je me niet vertellen waar je precies alles aan hebt uitgegeven? Waarom zou ik? John Heitinga dan, want als we de Linda mogen geloven, zit hij zo'n beetje financieel aan de grond. Sinds hij is gestopt met voetballen dan. Zo zit op vakantie gaan met een privéjet er niet meer in. En ook wordt niet meer het dikste huis van Ibiza afgehuurd. En dat nieuws is ook in Den Haag hard aangekomen. Het is, nou ja, ik schaam me bijna als ik het lees. Als hij echt een heel groot probleem heeft, kan hij altijd naar onze woordvoerder sociale zaken mailen. Ja, daar maakt hij kans, denkt u? Nou, weet je, we nemen dit soort voorbeelden natuurlijk altijd graag mee in debat. Als je dit soort dingen zegt, dan ben je echt losgerukt van deze maatschappij. Dan weet je niet wat er speelt. En dat je daar geintjes over maakt, dat mag hoor. Maar dat is voor die mensen die steeds langer en steeds dieper in de schulden zitten met kinderen, echt geen geintje. Dat je dan zo over het paard getild bent als deze voetballer. Ik was altijd een beetje Ajax-fan, maar nu niet meer. Dag Henk. Ja, ook bij de Amsterdamse Voedselbank leven ze intens mee met de familie Heitinga. Want daar weten ze als geen ander hoe het is om op de kleintjes te moeten letten. We moeten er gewoon vliegtuig, geen privéjet meer. Dat is te erg voor woorden. Persoonlijk zou ik al blij zijn als ik naar het vliegveld kon voor vakantie, maar... En het wordt nog erger, hè? Ze moeten nu naar een gewoon huisje op vakantie. Hij kan toch een tent opzetten in zijn achtertuin? Hoeft hij ook geen privéjet te hebben? Wij doen het ook hier gewoon in de achtertuin. Wat vindt u ervan dat hij daar zo over klaagt? Ik vind het triest dat mensen alleen maar op die manier kunnen denken. Waar heeft hij het over? Hoeveel medelijden heeft u met Johnny? Geen. Eerlijk gezegd, nul. En dan was er natuurlijk nog die sekstape van Patricia Pai die vandaag uitlekte.
De 67-jarige Rotterdamse doet morgen aangifte. In haar geboortestad was het vandaag in ieder geval het gesprek van de dag. Zo, wat? Hey, hou op man. Zij is echt een vieze hoertje. Oh nee, ik hou niet van zulke dingen. Kun je nou wat ik daarover moet zeggen, man? Is dat echt Patricia, wat jullie zeggen? Hoi, wat dit? Wat dit? Mooi. Ja, ik vind het echt... lekker ongezeker, kun je ze me ook even bellen? Het is haar eigen schuld. En waarom eigen schuld? Ze praten voortdurend zelf over, dus ja, dat is karma, hè. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je naar poont.tv. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.